vooral in het laatste gebied van het veld, blijft hij altijd in een 4-3-3. Ja, misschien zou je kunnen zeggen geen... Overtreding op Ederson, maar er was geen sprake van. Onrecht dus aangedaan. Germain, dat gisteren de titelhouder Bayern München. Bosnische, Kroatische roots. Hier schudt hij de hand van Show X City. Zagadou, Witsel, Smeltzer en Maas. Hier geen publiek in dit machtige stadion. Dezelfde elf die startte als die tegen de spits. Bernardo Silva, geflankeerd door Foden en Mahrez. En zover in 15 duels. In de Champions League en ook hier. Goed, de Bruyne, Marco Reus. 18 Champions League goals heeft inmiddels Birmingham City. Jude Bellingham moet het afleggen tegen Hummels. Emre Can. Gundogan, Ansgar Knauf, hier de mogelijkheid en een schot in voor Real Madrid. Zit hij dat in de vorige rol? Can, Bellingham. Ja, aan de rechter buitenkant speelt voorin. Levert vervolgens eenvoudig in bij Rodri. Dortmund eenmaal winnaar van de Champions League. In 70. Daar zit heel veel stof op. Aasje van Royce is prima. Goed. Haaland legt goed af. Het schot. Bellingham en het is 1-0 voor Borussia Dortmund. Het is de Engelsman Jude Bellingham die het doet. Die schiet die bal richting de kruising. De eerste echte kans van de wedstrijd buiten dat schot van Dahoud. En Bellingham zet Borussia Dortmund na een kwartier spelen hier in het BVB. Mahrez, De Bruyne, Dahoud, Royce en de inzet geblokt door Walker. En heel veel boze gezichten bij Manchester City, met name bij Kyle Walker. Ja, en nu zijn eerste goal. Was trouwens een slechte trap van niets. Al best wedstrijden te gaan. En dus lijkt al komt wat gelukkig bij Mahrez. We krijgen de hoekschop voor Manchester City. Kan uithalen. En die verspeelt de bal aan De Bruyne. De Bruyne, oh! En dan in de naastoot, naastgekopt door Bernardo Silva. Gundogan, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Kaatsi, Bellingham, nou, Haaland, paas is net niet goed. Rodri. Knauf, ja, is een aanvaller. Hij deed het hard en Royce sloot de weg naar het doel af. Krijgt die bal nog knap voor. En daar de goal, wilde ik zeggen. Mahrez. En de rest gevaarlijk uit. Royce. Knauf, Royce. Knauf. Royce neemt die bal schitterend mee. Gundogan worstelt zich langs een paar Duitsers. Altijd met een goede oplossing. Zinchenko. Geleverd door Akanji bij De Bruyne. Gundogan. De Bruyne met links van Ederson. Naar Foden direct mee aan de slag kan. De Bruyne. De stoot zit er niet meer in. De weg wordt continu afgesloten door Sid. Kwam zo lekker voor hem. Dat hij er niet over het halve finale haalde. Seizoen 15-16. Gundogan. Hummels. Op de exacte tijd af op 5 dat gisteren van Bayern München won.
Voorlopig was het buitenspel. Zinchenko, te lastig voor de Bruyne. Zinchenko, is geen slechte bal, ja! Die valt net onder de lat. Da Silva. Rodri's voorzet. Van Joachim Watzke zagen we eventjes. De voorzet. Akanji zat ertussen. Foden. Dit is Hens. Emre Can, is hij bij 11 meter van hem vandaan. En die penalty vliegt binnen. Mahrez maakt de 1-1. En dat betekent dat nu City doorgaat naar de halve finale. Royce terugleggen. Dahoud. Oh, als het 1-2 wordt is het beslist. En de Bruyne. Dat was Link wat hietste. Can. Nou, die balman. Hummels. En dan zie je dat de handelingssnelheid bij Dortmund. Mahrez, Gundogan. Nou, eindelijk komen ze een beetje aan voetballen toe. Maar ja, dat duurt niet lang. Maar het niet dat er een overtreding gemaakt. Royce, gevaarlijke bal en de kopbal. Oh, die gaat net over. Mat. Hier is de Bruyne. Akanji, Hummels. Kan de Bruyne. Nou, kan hij uithalen met rechts. Dat kan niet. En de redding. Oh, Foden. Foden. En daar is de tweede goal van City. Ja, hij staat helemaal vrij. Ze staan en masse te slapen bij Dortmund. Kwartiertje voor tijd is het hier beslist. City gaat door naar de halve finale van de Champions League. Dat leidt geen twijfel. Het is Phil Foden die in de City kan nu vrij uit gaan spelen. Liverpool zou er ook nog bij kunnen komen. Oh, Foden. Foden. En daar is de tweede goal van City. Ja, hij staat helemaal vrij. Ze staan en masse te slapen bij Dortmund. Kwartiertje voor tijd is het hier beslist. City gaat door naar de halve finale van de Champions League. Dat leidt geen twijfel.